Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog nog vanuit Kootwijk. Het is stralend weer vandaag, dus ik heb een heerlijk vrolijk jurkje aan. Ik ga even naar de receptie toe met de fiets, want we zitten vrij achter aan het park. Normaal wandel ik, nu pak ik lekker de fiets. En ik ga even late check-out voor overmorgen regelen, zodat we pas om 12 uur het huisje uit hoeven in plaats van 10. En dan gaan we straks lekker fietsen. Heerlijk. Zo, jurkje uit, omgekleed, korte broek aan, hemdje en heel luchtig bloesje, want we gaan lekker fietsen. We hebben een route van 40 kilometer, toch? Ja, zoiets. Dan zal het wel iets meer zijn. Hij snoept er altijd wat kilometers bij. Ik kan zeggen, doe maar 20, dan wordt het ineens 25. We hebben dat is psychisch niet. Mee in de koeltas. Want we gaan even halverwege dan stoppen en even picknicken. Ik heb picknickkleed mee. Dan hebben we even tussendoor een stop en dan kan ik daarna weer verder. Dus we gaan op pad. Oh, en vanavond, heb ik volgens mij niet gezegd, komt Annelore barbecuen. Die woont natuurlijk in Zwolle en dit is heel dichtbij. Relatief, zoals niet meer dan een half uurtje. Dat is beter dan een uur en een half uur rijden. Dus als we hier zitten, dan komt ze gezellig. Dus die komt vanavond. We staan klaar om te gaan. Wilco belt, die had een route uitgestippeld. Route weg. Dus we moeten even opnieuw uitstippelen. En die zit weer op het bed naar buiten te kijken. Het is toch ook zo'n scheetje. Nee? Oh. En ondertussen valt mijn fiets. Ik wilde kijken waar Max was, maar die is denk ik op de bank. Kijk, overvolle fiets met picknick. Oh! We boffen met een overheerlijk bankje in de zon waar we eventjes gaan uitrusten en wat eten en drinken. En we hebben overheerlijke gevulde krentenbollen bij het bakkertje gehaald. Die zijn lekker mee. Alles weer op. En zo weer op de fiets. En weer op de fiets. En we zitten op de 25 kilometer. Maar we gaan hem afsnijden, want hij is 50, maar dat is echt te ver. Dus we gaan hem lekker inkorten. En dit blijft mijn favoriete pad. Hoogmeurlo gaan we zo meteen naar beneden. En dan boven op de berg zit het bankje waar wij normaal altijd zitten. Ja, ik weet niet. Ik krijg er gewoon een warm gevoel van. Een vorm van thuis of zo? Ik weet niet, het is echt heerlijk. Slaan we hem natuurlijk over. Daar recht vooruit, bij die boom, is het bankje. Maar nu gaan we echt door. En we zijn bijna thuis. We doen nog even een milkshake en een ijsje. En weer op naar het huisje. En dat is maar goed ook, want fietsen en zo gaat wel. Maar het op- en afstappen met mijn rug gaat gewoon heel slecht. En ik zei net even, ik geloof dat ik nog maar één of twee keer op- en af kan stappen. Want dan houdt het echt op. Dan lukt het niet meer, die beweging. Dus gelukkig nog maar één keer afstappen. We zijn er bijna. We zitten helemaal achter aan het park. Dat zal ik even meenemen zo. Helemaal achteraan, maar het is zo'n klein parkje dat dat niet veel uitmaakt. Hier in het rijtje zitten we namelijk al. Laten we even kijken of we de kleine zien. Die heeft Wilco vast al gehoord. En er loopt een hondje tegenover ons, zie ik. Dus dan zal hij er al wel zijn. En volgens Wilco is het heel lekker buiten, dus ik ga ook even voelen. Oeh, dat is een lekker barbecue plekje voor straks. Top. Lekker zien. Maar eerst even rusten zo. Het is echt een stralende dag. We zijn... ik heb even 3 kwartier op bed gelegen. Daarna zijn we nu aan het wandelen met de jongens. Een stuk wandelen. Annelore stuurde net de live locatie. Die is net vertrokken. Dus dan kunnen we even op het gemakje honden uitlaten. En dan het eten voorbereiden. Gezellig. Hier zitten. Goed zo. Hier ook zitten. Zitten. Goed zo. Ja, we weer. Die ligt lekker met de stok. Die is een beetje aan het rommelen. En ze is er gezellig. We gaan gezellig barbecuen.
Mini staat daar. We hebben het hele dorp afgezocht. Lekker. Mini barbecue, ja. Het is vandaag zondag. Ik zit lekker buiten. Die kleine ligt bij mij. Te rommelen met een kluif. Die heeft hij al 3 keer weer verstopt en weer opgegraven. Max is lekker binnen. En het is vandaag de rotdag. Wilco is trouwens met een collega die in de buurt woont. Mountainbike al de hele ochtend. Het is weer die rotdag. Elk jaar heb ik het weer moeilijk mee. Moederdag. Ik had zo graag moeder willen zijn. Toen ik 4 was en naar de kleuterschool ging. Toen zei ik gelijk bij de eerste dag. Ik word juf en mama. En ik heb zoveel met kinderen. En ja, het gaat gewoon niet. En ja, dat blijft moeilijk. Maar we maken er maar weer een dag van. Wilco is weer terug. Was het leuk om te wijken met je collega? Goed zo. Nu liggen wij lekker allemaal buiten in het zonnetje. En ook hier heb ik gewoon slapeloze nachten. En vandaag was echt een rotdag. Morgen zet ik weer het weer om. Maar vandaag mag ik gewoon even rouwen met het feit dat ik geen mama geworden ben. En sta ik me dat ook echt toe. Morgen gaan we er weer voor, gaan we weer verder. Morgen gaan we ook weer naar huis. Aan de ene kant wil ik lekker hier blijven, aan de andere kant ben ik ook weer blij om naar een mooi huisje te gaan. Ik ga het nog een keer proberen. Het is 2:30. En we zijn op maandag weer alles aan het inpakken, opruimen voor naar huis te gaan. Terwijl we bezig zijn met de spullen in te pakken, zit die kleine al in de auto. Die is er gewoon in gaan zitten. Die is bang dat we hem achterlaten. Kijk hoe leuk, we waren de honden uitlaten en waar wij liepen stond een tafeltje. En die mensen hadden allemaal stekjes, komkommer, paprika, maar ook cherry tomaatjes. En aangezien we die nog wel eens in de salade eten, ook het eigen puntpaprika ook mee moeten nemen. Ja. Ging wel leuk, die gaat de tuin in. Dan gaan we kijken of we er wat van kunnen maken. Ik wist natuurlijk dat we naar het nieuwe huisje gingen, tenminste dat het natuurlijk vernieuwd is. En toen kwam ik binnen en toen dacht ik toch weer, oh ja, wat heerlijk. En echt, het is zo genieten. Alles is lekker opgeruimd. Ik heb warm water opgezet. Het is 4:15. Dus ik ga heerlijk kruid maken en mijn bedje opzoeken. Want zo'n inpakdag is toch altijd voor mijn lijf weer een aanslag. Dus bijkomen. En we gaan vandaag weer heerlijk asperges eten. Het is 9:15. We hebben nog even met de honden gelopen. En het is tijd om naar bed te gaan. Dus wel trusten en tot morgen. Het is dinsdagmiddag. Het wordt deze week weer stralend weer. Dus je gaat veel bikini zien, denk ik. Bikini en jurkjes. Wij zijn even in de tuin bezig. Ik heb de kussens die hier van nood lagen. Vandaar heb ik van hier naar daar gelegd. Deze waren gewassen. Die ruiken nu weer heerlijk naar wasparfum. Alleen deze moet nog gewassen worden. Die heb ik weer uitgeademd. Die heb ik er weer omheen gedaan. En nu ga ik even weer de zit opmaken. En dan is dat lekker klaar. Voor de zomerdagen. Ik blijf deze zo mooi vinden. Ik krijg wel eens vragen. Hij komt bij keesschmidmeubelen.nl vandaan. Hij zegt super, hebben we ook nog 4 kantje voor hier op de tafel. We hebben een groot bed kunnen maken. Maar nu ga ik de handdoeken neerleggen en heerlijk hier liggen. Het is woensdag. Mijn ouders zijn er even. Nou ja, even. Die zullen wel een tijdje zijn. We zitten te eten. En we gaan straks in de achtertuin de heg snoeien. En dat gaan we met elkaar doen. En die zitten waar het brood is. Nou, proef geweld. Even mensen. Mijn hond was zo druk altijd. Hoe lief zat hij daar te wachten. Hoi! En die ligt rustig te dutten. En die gaat ook. Oh. En nou. Ik heb het zo hard dat ik even een hemdje aangetrokken heb. En weer verder ga. Mijn vader is aan het snoeien. Zo krijg ik schaar. En ik ben dan een bij bezig en een groene bak aan het gooien. En mijn moeder is hier achter mij, van de voorkant.
Lekker logisch allemaal. De ramen vervelen. Nou, een uurtje verder. En het is gewoon al bijna klaar. Ze gaat ook van de week nog even de bovenkant doen met de trap. Heel blij. Weer een klusje klaar. En die ligt ondertussen heerlijk alles te bekijken van onder de tafel. En mijn andere kanjer, die maakt het echt helemaal niks uit. Mijn moeder hoort op de achterkant ratelen tegen me. Kijk, die ligt lekker te tukken. Net de deur dicht, dat is niet zo slim. Maar mijn ouders zijn geweest, die zijn weer weg. Zo blij dat ze geholpen hebben, want dat scheelt mij weer een heleboel energie. En het ziet er weer heel goed uit. Ik ga het gewoon even zo door het pui laten zien. Die bovenkant gaat Wilco dan nog doen. Maar dit is weer heel stuk. We hebben weer een heel stuk tuin erbij. Op sommige plekken was het echt bijna een halve meter. Vooral bij de tafel. En het is weer hier vanaf. En Wilco gaat van de week nog de tegels spuiten. Nou, heerlijk weer. Zomer klaar straks. En nu ben ik gesloopt. Het is 4:10. Ik moet ook wel zeggen, ik heb vandaag veel gedaan. Maar je moet wel weten, ik heb daar veel morfine voor nodig. Ik heb meer dan het dubbele op om dit te kunnen doen. Dus soms denk ik wel eens, jullie zien wel dat ik allerlei leuke dingen doe. Maar daar heb ik echt wel heel veel morfine voor nodig om dat te kunnen. Oxycodon. Maar ja, dan heb ik het voor over. Dus die keuze maak ik zelf. Maar het gaat dus niet zomaar dat ik denk, oh leuk, we gaan even heel veel doen. Nee, zo werkt het niet. Nu rusten. En die twee zijn al in de ruststand. Na dat harde werken is er niks lekkerder dan je eigen bed instappen. Oh, en ik geef het 5 minuten voordat die klein op mijn benen ligt. Dat is zo schattig. En ik ben er weer uit en het is tijd om met de jongens te gaan lopen. Het is vroeg, ik weet het. Het is 8:00, maar dat is voor mij tegenwoordig echt bedtijd. Ik ben echt helemaal klaar met de dag dan. Ik heb gigantische koppijn. De jongens geven ook aan dat ze naar bed willen. We gaan voor de deur staan heel de tijd en mopperen. Dus we gaan heerlijk met z'n allen naar bed. En oh, daar komt Max nog even bij. Hi. Kan je gedag zeggen? Oude beer. Ja, je bent grijs geworden. Ik neem ze lekker mee naar bed, dus wel trust en tot morgen. Het is, mijn arm trilt, mijn horloge is leeg. Weet je, dat was die bewogen in ieder geval. Het is donderdag en ik ga even boodschap halen. En ik hoop cabrio, want rijden, want het is wel weer heel zonnig deze week. Ik heb hem wel weer even aangelezen, want ik vind het in de winkel altijd wel weer fris. Dus ik heb mijn lange broek weer aan, het vestje aan en even boodschappen doen. Yes, kap die open. 50% korting. En dit zijn dus van die kleine dingen waar ik gelukkig van word. Dit is een muntje voor een winkelwagentje. Maar uit Portugal van de continenten. Nou, als ik deze pak, denk ik weer terug aan Portugal. Nou, zo kan ik van die hele kleine dingen heel blij worden. Dus we gaan hem gebruiken. Nou, als je kon zien, boodschappen met het dakje open. Ik heb tegenwoordig gebruik ik ook mijn all-time favorite, een strandtassenmerk, zeg maar, om de boodschappen mee te doen. Maakt het een stuk leuker. Die zit al met zijn neus in de boodschappentas op de grond. Ik heb bloemetjes mee. Mijn favoriet, roze gerbera's. En dan moeten we het weer uitpakken. Zo, die staat weer in een gezellige vaas. Belasting, joepie. Ik ga nog heel eventjes hier chillen en dan naar bed. Het is vrijdag. Je ziet het. Ik lig in mijn bikini in de zon. Ik lig YouTube te kijken. Op mijn gemak hier luisteren moeten luisteren. En verder eigenlijk niks. Het is een rustdagje. En even allebei een gezond snackie. Hij in zijn joggingpak. Ik in mijn bikini. En die zijn er natuurlijk bij. En ondertussen liggen we gezellig met z'n allen buiten. Oeh, hij is echt bloedheet. Ik ga hem uitzetten. Die ligt ook lekker altijd bij me. Is ook een zonaanbidder deze. Ik ga zo lekker naar bed. Ga ik de beelden naar de iPad zetten. En dan kan ik vanavond editen. Ik hoor mijn eigen vlog. Vanmorgen. Ik ben aardig gekleurd zie ik. Ga even mijn make-up eraf halen. En insmeren. En dan is het lekker tijd om naar bed te gaan. Dus dankjewel voor het kijken. En tot volgende week. Doei!